Jordi, gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen, lekkere wedstrijd, maar wel een aantal foutjes zag ik zo her en der. Nou, ik denk dat we goed beginnen en veel druk naar voren. Er stond heel veel wind, was heel lastig te spelen. Het veld is ook heel erg slecht. Dus ja, we wisten dat we met moeilijke omstandigheden te maken hadden. Maar ja, daarom wilden we ze heel vroeg onder druk zetten en afjagen. En ja, eigenlijk meteen duidelijk maken dat wij de punten hier wilden houden. En dan kom je ongelukkig op achterstand, dan pak je het weer goed op. En ja, dan maak je eigenlijk binnen een korte tijd maak je 4 goals. Dan is het jammer dat je die penalty tegenkrijgt voor rust. Dan maak je het nog wat lastig. Nou, ik denk dat de tweede helft hebben we wel onder controle gehad. Maar was inderdaad een beetje rommelig, mede denk ik door de omstandigheden. Hoe verklaar je dat jullie met op achterstand komen? Nou ja, die was bijna niet te verklaren, want het was een verrichting veranderd schot. Iedereen zat eigenlijk te wachten. Ik denk dat we al een penalty na een paar minuten hadden moeten krijgen. Die krijgen we niet. Daarop kregen we een aantal mogelijkheden. Ja, en eigenlijk uit het niets scoren hun die 1-0. Maar goed, we zijn wel vaker op achterstand gekomen. En je ziet dat deze ploeg heel veel vertrouwen heeft en dat we dan onze rug rechten. Ja, en dan score je 4 keer voor rust. Wat ik al zei, het enige minpuntje was dan dat we die penalty tegenkregen. En ja, ik denk dat we de tweede helft wel onder controle hebben gehad. Maar was door de omstandigheden was het moeilijk voetballen. Je wint zelf met 5-2, je concurrent verliest met 4-3. Dan komt het kampioenschap en wedstrijd dichterbij. Ja, dat is zo. Alleen de weg is natuurlijk nog lang. Het zijn 7 wedstrijden. Er zijn nog heel veel punten te verdelen. Ja, wij moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven. En dat weten we en dat doen we ook. En we hebben heel veel vertrouwen. Maar we zijn ons wel degelijk bewust dat we er nog lang niet zijn. En we moeten gewoon hard blijven werken. En dan hopelijk dat we ons einddoel halen. Maar dit mag toch niet meer fout gaan? Ja, wat ik net al zei, kijk, we hebben het zelf in de hand, dus we hoeven gelukkig naar niemand te kijken. Maar we zijn ons wel degelijk bewust dat er nog een lange weg is. Het zijn nog 7 wedstrijden. En we moeten voor iedere wedstrijd moeten we gewoon knokken. We krijgen nog een paar lastige tegenstanders. Die ook nog wat te winnen hebben of te verliezen hebben. Dat ze in de degradatiezone staan. En die zullen ook hard voor de punten knokken. Ja, daar moeten wij ook mee om kunnen gaan. En we zijn ons wel bewust dat we op de goede weg zijn. Alleen nu moeten we de concentratie vasthouden. Zoals het er nu uitziet wordt het Spakenburg uit. Zijn we er vorig jaar hier kampioen? Jullie dan maar daar? Nou, het zou me niet uitmaken waar we kampioen worden, als we maar kampioen worden. En ja, we moeten gewoon nogmaals, dat zien we dan wel waar we dat worden. En het is in eerste instantie is het de bedoeling dat wij gewoon onze focus vast blijven houden. En ik denk dat we daar ons op moeten blijven richten. Ik vind het knap dat jullie zo politiek correct blijven. Ja, nee, maar het is gewoon zo. Kijk, we kunnen nu al gaan zeggen dat we er al zijn en zo, maar dat is gewoon nog niet. Je hebt nog 7 wedstrijden te gaan. En op het moment als we het zijn, dan is het vroeg genoeg om het te zeggen.